gaat lukken. Dag, ik ben John Leek, domeinmanager bij Beeld en Geluid inderdaad. En ik was de opdrachtgever vanuit Beeld en Geluid om die trendmonitor te gaan starten. Maar die trendmonitor, dat is leuk bedacht natuurlijk. Als knooppunt is het superbelangrijk dat je in staat bent om met je netwerk de trends in beeld te brengen, te duiden en daarop te anticiperen. Maar het tot stand komen van de hele vragenset en de hele rationale van die trendmonitor, dat doe je natuurlijk niet alleen als knooppunt, dat doe je met elkaar. Dus aan mij nu even de taak om jullie even kort mee te nemen over het voortraject van die trendmonitor en de eerste trends, de eerste signalen die er kwamen uit die voorgesprekken. Die trendmonitor die is, zoals gezegd, voor ons als knooppunt superbelangrijk. Wat laat hij zien, wat beoogt hij te laten zien, althans, helemaal compleet zijn, is natuurlijk super ingewikkeld. We hebben al vandaag al gehoord, audiovisueel, qua type drager, qua type medium, dat vind je niet meer alleen maar in audiovisuele archieven, die vind je overal, bedrijfsarchieven, overheden, noem het maar op, privéarchieven natuurlijk, overal, wordt alleen maar groter. Maar wat we in ieder geval willen met trendmonitor is een snapshot laten zien. In ieder geval wel een enige verbreding al aanbrengen, maar wel een snapshot. Tevens zien we die trendmonitor natuurlijk als een soort nulmeting, zeg maar. Enigszins relatief, want helemaal compleet zijn we niet, maar wel als een nulmeting, zodat we in ieder geval de trends geleidelijk aan echt kunnen benchmarken. Wat we vooraf ook al zeiden van, het is wel belangrijk om die, ja, anders is het geen trendmonitor. Je wilt trends natuurlijk kunnen volgen, dus dat betekent vanuit die benchmark ga je dat periodiek herhalen. We hebben ook gezegd van, ja, als we nu zo uitvoerig het veld gaan bevragen, dan gaan we natuurlijk niet dat volgend jaar weer doen, want dan heb je het gevoel dat je dezelfde vragen zit te beantwoorden. Maar we gaan het alterneren. Dus periodiek, om de twee jaar herhalen we die trendmonitor. En tussentijds zoomen we in op dan wel een specifieke sector binnen de audiovisuele archieven of de collectionerende instellingen. Of een specifiek thema wat heel erg opduikt. Er zijn genoeg thema's aan de orde gekomen, dus dat moet geen probleem zijn. Maar dat gaan we samen beslissen. De domeinraad gaat zich daar natuurlijk ook mee bezighouden. En uiteindelijk is het natuurlijk heel belangrijk dat het wel een follow-up krijgt. Dat kwam trouwens ook uit de voorgesprek. Er moet wel actie volgen, dus anders blijft het een beetje abstract. Nou, kennisdeling, die behoefte die is super, super belangrijk, die moeten we in beeld brengen aan de hand van die bevindingen. En, dus dat is essentieel. Maar tegelijkertijd is de trendmonitor wel een enige verandering ten opzichte van wat er in het verleden natuurlijk aan onderzoek al heeft plaatsgevonden. Namelijk, de scope is verbreed. We zijn breder gegaan als het AFA-netwerk zoals het nu functioneert. Er zijn inmiddels natuurlijk ook een aantal musea opgenomen in de enquête. Er is veel specifieker nog gekeken naar kennis- en opleidingsbehoeften bijvoorbeeld. En de financieringsbehoeften bijvoorbeeld ook. Ja, dus je kunt het allemaal hebben over digitalisering en anticiperen op de ontwikkelingen. Maar als je bij God niet weet waar je je middelen vandaan moet halen, of hoe je dat moet organiseren, of hoe je gebruik moet maken van opschaling bijvoorbeeld, of samenwerking, dan kom je niet veel verder. Die voorgesprekken hebben we gehouden met zeven zogenaamde stakeholders. We wilden daarbij, heel uitputtend kun je dat natuurlijk niet doen, maar die gesprekken waren behoorlijk diepgaand en die waren super belangrijk. Je ziet ze hier staan. Het is heel vrij divers natuurlijk, maar geeft wel een soort representatief beeld van het type instellingen in deze fase. Bedrijfsarchieven hebben we erin niet in meegenomen. Dat was op die termijn was dat wat lastiger te organiseren. Maar bijvoorbeeld een partij als Lima, die op zichzelf alweer een soort knooppunt is natuurlijk. En bijvoorbeeld een Nationaal Archief, wat weer een heel specifieke invalshoek heeft qua AV-archivering. Maar ook bijvoorbeeld in de museale sector speelt zich van alles af. Nou, Arthur Boymans hebben we als representant genomen. En zo hebben we een mooi palet hebben gehad. Wat we al gemerkt hebben uit die vraaggesprekken was bijvoorbeeld de eerste signalen van trends. Hè? Want de echte trends, daar gaat Tom straks iets over zeggen natuurlijk, en de echte uitkomsten. Maar heel belangrijk was om te signaleren van, ja, waar beweegt het nou zich een beetje heen. Nou, de behoefte aan meer feitelijkheden, feitelijke gegevens, bijvoorbeeld kengetallen over
informatie van financiële mogelijkheden, digitaliseringsmogelijkheden. Als je bijvoorbeeld samen gaat werken in een soort consortia, of waar ga je dat dan, hoe ga je dat dan organiseren bijvoorbeeld. Daar is grote behoefte aan, zowel bij kleine als bij grotere organisaties. Wat ook gesignaleerd werd, was, wat terugkwam uit die gesprekken, was dat men behoefte had aan een vorm van grotere bewustwording van het belang van AV. Zeker met de ontwikkelingen die er zijn wat betreft de ontwikkeling richting 4K en 8K, de Born Digital ontwikkeling bijvoorbeeld. De ontwikkelingen gaan zo snel dat grotere bewustwording van het snel anticiperen heel erg belangrijk gevonden wordt. Een heel belangrijk ding, als het bij de tweede bullet bijvoorbeeld, bij metadata en selectiecriteria. Er werd heel duidelijk wel uit de voorgesprekken opgehaald dat er in algemene zin heel vaak het gevoel is van ja, we moeten eigenlijk alles bewaren. Dat is natuurlijk een bekend archiefprobleem. Waar ga je wel en waar ga je niet je keuzes maken? Maar omdat de ontwikkeling zo vreselijk snel gaan, is eigenlijk een snel antwoord of een beter antwoord op die vraag is nog eigenlijk veel belangrijker geworden. Heel specifiek bijvoorbeeld in domeinen als bij de kunstmusea, de kunstcollecties spelen hele specifieke metadata vraagstukken. Ook daar zijn antwoorden op nodig of daar moet actie op worden ondernomen. Born Digital, dat zei ik net al. Wat ook heel interessant was, is dat we terugkregen de AV-paradox. Dus met andere woorden, er zijn heel veel kleinere organisaties die ook hele kleine AV-collecties hebben. Dus als je je heel erg focust op getallen en hoeveelheden, dan zou je zeggen, nou, dat is niet zo heel erg relevant. Maar juist die hele kleine collecties werden als heel erg belangrijk gezien voor die organisaties. Niet alleen bij de musea, maar met name ook bij de kleinere archieven. Dus dat is heel belangrijk om je ons te realiseren. Dat de focus niet alleen maar moet liggen op de grote getallen, maar juist heel erg die inhoud ook moet worden meegenomen. Dat lijkt een open deur, maar dat is het blijkbaar niet. En schaalvoordelen, dat werd ook genoemd. We zitten natuurlijk in een tijd van terugtredende overheid. Het is niet de beelden voor de toekomstachtige programma's, die fietsen niet zo elke dag je deur voorbij. Dus we zullen veel slimmer moeten gaan nadenken over verbindingen en samenwerking, consortieachtige aanpakken, om uiteindelijk die schaalvoordelen ook te benutten met elkaar. Nou, deze voorgesprekken, deze in eerste instantie zo opdampende trends, die leiden uiteindelijk tot een aantal, ja, clusters van indicatoren, laat ik het maar zo noemen, aandachtsgebieden. En die aandachtsgebieden die waren voor ons eigenlijk een van de belangrijkste opbrengsten uit die voorgesprekken, want dat is eigenlijk de hele basis voor die hele vragenlijst, voor die hele enquête. Je ziet ze staan. In feite zijn het allemaal issues waar je als in het AV-archiefwerk dagelijks mee te maken hebt. Maar vergeet niet dat er heel veel van de ondervraagde partijen heel klein zijn en er soms niet eens een specifieke AV-functionaris of archivaris beschikbaar is in zijn organisatie. Dus het is helemaal niet vanzelfsprekend dat dit voor hen de dagelijkse bestaande of belangrijke indicatoren zijn. Dus dan nog even een beeld van waar hebben we het nou over? Over wie hebben we het nou? Wie zijn er nou bevraagd? Het zijn in totaal 492 instellingen die bevraagd zijn. Althans, die de lijst uiteindelijk toegestuurd gekregen hebben. En even, het is misschien wel aardig als je in de zaal zit en zegt, waar zit ik nu zelf eigenlijk, in welk clustertje? Nou, dat is soms heel duidelijk en soms niet helemaal. Maar als het gaat bijvoorbeeld over de bedrijfs- en instellingsarchieven. Nou, bedrijfsarchieven, dat is duidelijk. Instellingsarchieven, dat zijn bijvoorbeeld de waterschappen, hebben ook hele interessante collecties bijvoorbeeld, of overheidsinstellingen. En bij overige instellingen moet je denken aan universiteitscollecties, universiteitsbibliotheken of private collecties die ook heel interessant zijn. En daar zijn er ook een aantal van bevraagd. Nou, de overige categorieën zijn denk ik redelijk duidelijk. En wat heel erg belangrijk is geweest, dat heeft ook geresulteerd in een hogere respons. Ik weet niet of jullie ervaringen met respons op enquêtes, maar gemiddelde marketing enquête levert 1 en hoogstens 2% respons op. En wij hebben toch wel zo'n 27% respons had. Dat is heel erg veel. Nou, dan ga ik even kort iets zeggen over die respons, want dat is denk ik wel belangrijk om te weten. Zoals jullie zien, 49% totale respons vanuit de regionale gemeentelijke archieven. Dat is echt heel erg hoog. Aangezien het feit dat die adressenlijst van die archieven ook nagenoeg compleet was, is dat beschouwen we die respons ook als echt representatief voor die sector, of voor dat domein, net hoe je het wilt noemen. Dat geldt niet voor de
bedrijfs- en instellingsarchieven, omdat dat namelijk nogal een soort moeilijk, het is niet echt een vast domein of zoiets. Het is een beetje een veelvormig groepje, of een divers groepje, dus dat kan je niet echt als een representatief resultaat zien. Bij de omroepen geldt het meer als een indicatief resultaat, wat we straks uit de inhoudelijke resultaten, waar Tom iets over gaat zeggen, zullen terugkrijgen. Uit de museumsector kunnen we de resultaten die je straks te horen krijgt, wel als representatief zien. De museumsector overigens bestaat uit 61 instellingen, grotere musea, meer dan 25.000 bezoekers, zo'n 25 kunstmusea en verder ook historische musea en een aantal science centers. En de overige instellingen, dat zei ik al, dat is een soort, ik wil niet zeggen samenraapsel, maar is een soort verzamelgroep van zeer interessante, zeer inhoudelijk ook waardevolle collecties. Ik ga Tom het woord geven, want Tom gaat nu de inhoud induiken en jullie teruggeven wat de inhoudelijke resultaten zijn van de enquête. Nou, ik beloof jullie dat ik over 2 jaar, net als IBOMAN, hier ook hopelijk met een 3D-camera de resultaten kan toelichten en door het scherm kan springen om het wat interactiever te maken. Ik vrees dat het vandaag gewoon death by PowerPoint is. En ik ga jullie overspoelen met gegevens, data, cijfers, waar ongetwijfeld heel veel vragen over zullen zijn. Natuurlijk, cijfers zijn altijd op verschillende manieren te interpreteren. Het is ook een selectie van cijfers die hier te zien zijn. Je kan ze straks meer in detail nalezen in het boekje dat wordt uitgedeeld. Maar als jullie vragen hebben of bedenkingen bij mijn interpretatie enzovoort, je kan ze op het einde stellen. En als daar geen tijd voor is, doe het via Tracider bit.do/avanet16. Zoals jullie net hebben gezien, dat is de duurzame link die we hebben. John had het al net even over, de AV-paradox. Je ziet eigenlijk over het hele domein dat toch bijna 70% van de respondenten AV-materiaal echt aantrekkelijk vindt voor een breder publiek. En dat breder publiek is natuurlijk, dat gaat ook over de legitimering van jezelf als instituut, als instelling, als archief, om je te laten zien. Dus AV is wel heel belangrijk, maar het is vaak een heel klein aandeel van de totale collectie. En ik wil er ook nog aan toevoegen, de professionals, de medewerkers die met AV bezig zijn binnen de instellingen, is ook heel klein. Dus dat is ook een paradox. Heel veel mensen zijn niet met AV bezig. En dat geldt over de hele breedte van dit, maar straks daarover meer. Nou, ik geef een paar trends aan. Echte trends zijn er nog niet, omdat het de eerste keer is dat we deze trendmonitor op zo'n brede schaal uitzetten. Dus het is meer een nulmeting. Maar we kunnen daar wel een paar zaken in terugzien. Ik zoom even in op een aantal aandachtsgebieden waarin ik beschikbaarstelling meer even op rechte kwesties heb gefocust, omdat dat toch een van de hot topics is. Het is niet echt hot, maar het wordt wel als heel belangrijk en ontzettend vervelend ervaren. Maar die aandachtsgebieden heeft John al toegelicht, dus daar ga ik niet naar kijken. Een van de aandachtsgebieden was het niet geïnventariseerde materiaal. Ja, waarom vragen we daarnaar? Nou, we willen ook een... de resultaten van deze trendmonitor willen we ook gebruiken om onze stakeholders, financierders, duidelijk te maken dat AV-erfgoed niet allemaal gedigitaliseerd is. Vaak bestaat er een idee met beelden voor de toekomst dat dat al gebeurd is, maar we weten dat beelden voor de toekomst alleen maar ging over de grote nationale instellingen. Dus helemaal niet de kleinere instellingen die ook AV-collecties beheren. Maar dat los van die instellingen en wat er allemaal ligt, ook nog heel veel materiaal is dat nog niet geïnventariseerd is, en dat ook als interessant wordt gezien. 32% van de respondenten geeft aan dat zij dat eigenlijk gewoon weten dat dat zo is, dat buiten hun muren nog van dat materiaal aanwezig is. En 40%, en dat is misschien iets zorgwekkender, weten dat er ook in hun muren nog heel relevant materiaal is dat nog niet geïnventariseerd is. Dus dat is heel veel werk aan de winkel. Ik vrees dat Avanet daar niet mee kan helpen. Maar dat is wel goed dat dat aangegeven wordt. Digitalisering, het grote woord. Vooraleer we überhaupt over innovaties, zoals IBOMAN net liet zien, vooraleer we daar iets mee kunnen doen, moet materiaal sowieso gedigitaliseerd zijn. Heel veel analoog materiaal is out there. Maar ik vond het vrij positief. Als je ziet dat bij ruim 40% is meer dan 50% van het analoge AV-materiaal gedigitaliseerd. Dat is best veel, vind ik. Het zijn kleine collecties, maar het is best veel.
Maar 24% is dat minder dan 5%, dus bijna niks. Dus een kwart van het AV-veld in Nederland heeft bijna nog niks gedigitaliseerd. Algemeen is het 40%. En een heel belangrijke statistiek die ik zag, was dat ook 31% van de collecties, daar geven jullie van aan, dat die hoeven eigenlijk niet gedigitaliseerd te worden. De vraag is dan, wat doen we met dat materiaal? Laten we dat gewoon liggen? Gaan die in de depots blijven liggen? En hoe relevant is materiaal dat niet gedigitaliseerd is anno 2016? Best een goed punt. Wij hebben bijvoorbeeld een presentatie gegeven in het verleden als Beeld en Geluid over waarin we containers met oude U-matic banden en zo lieten zien. En we werden nog net niet als de Antichrist weggezet in het Fiat IFTA-congres. Het is een taboe binnen de archiefwereld, maar we moeten daar wel over nadenken. Zeker als je hier ziet, 31% hoeft niet gedigitaliseerd. Wat dan wel? Nou, 44% geeft aan interesse te hebben in gemeenschappelijke aanbesteding. Wat we zien is dat schaalvergroting, dat die schaalvoordelen waar we nou allemaal naar op zoek zijn, die we weten dat heel veel mensen heel veel dragers hebben van verschillende soorten die we nog moeten digitaliseren. Gemeenschappelijke aanbestedingen zijn, nou, in ieder geval populair. Daar geeft men in principe, dat betekent ook dat we gemeenschappelijke keuzes moeten maken over formats, specificaties enzovoort. En 38% van jullie heeft een eigen digitaliseringsstraat. We zijn niet echt in het detail getreden van wat dat dan precies betekent en of dat alle dragers zijn enzovoort. Maar in ieder geval 38% geeft aan over mogelijkheden te beschikken om te digitaliseren. We hebben dan even een heel wild educated guess gemaakt van, nou, wat is er nog te digitaliseren? Nou, hier gaat het over alle collecties behalve Beeld en Geluid. Beeld en Geluid heeft dit niet ingevuld, heel slecht. Maar dat gaan we wel doen. Voor deze cijfers bedoel ik. Hè. Dan even, ongeveer 1 miljoen gedigitaliseerde AV-items liggen er in het hele land verspreid. En nog ongeveer 850.000 zijn er nog te digitaliseren. Dat is meer dan heel Beelden voor de Toekomst samen. Dat is best een mooi cijfer waar we ook bij OCW mee aan de bel kunnen trekken, denk ik. Waarvan een 500.000 ook nog eens als urgent wordt aangestipt door jullie. Nou, hier de titel is heel mooi verdwenen in de layout. Born Digital AV-materiaal. Ik vond dit heel erg hoge cijfers. 60% neemt Born Digital AV-materiaal in de collectie op. We hebben niet helemaal begrepen hoe dat dan wordt opgepakt en of dat naar believen wordt gedaan, of het eigenlijk naar archiefstandaarden wordt gedaan, of het duurzaam bewaard wordt. Maar in ieder geval, men neemt het wel op in de collectie. Jullie hebben heel veel oog voor Born Digital materiaal. Heel belangrijk. Maar als je dan kijkt naar de trend die je ziet bij Born Digital archivering, en dat is dat je eigenlijk teruggaat naar het productieproces om zoveel mogelijk metadata van aan de bron mee te krijgen, om het dan zo goed mogelijk te ontsluiten en te archiveren, daar zie je dat staat nog een beetje in de kinderschoenen. Hier bij Beeld en Geluid noemen we dat media management. Maar 8% heeft dit al gedaan, of doet dit nog steeds. En bij 7% van de respondenten zijn er initiatieven geweest, of zijn die er nu, om eigenlijk naar de depotgevers, naar de bron, naar de producenten, naar de creatievelingen eigenlijk ook te gaan, om dat materiaal, om daar over archivering te praten. En niet aan het einde van de rit het tapeje, de disc, de LTO-tape in ontvangst te nemen. 32% ziet een grote productie van potentieel relevant Born Digital AV-materiaal. Dat vind ik dan weer heel laag. Want persoonlijk denk ik dat dat veel meer zal zijn. Maar cijfers zijn cijfers. Ze zijn hard. IT-infrastructuur. 65% geeft aan een eigen AV, een eigen of een gemeenschappelijk archief te hebben dat geschikt is voor digitaal AV-materiaal. De beschikbaarstelling daarin is een ander probleem. Het is geschikt in ieder geval om het voor het ingestproces. 7% besteedt het uit. Dus als je die twee optelt, dan kunnen we vanuit gaan dat het op zich goed geregeld is. Maar 27% heeft helemaal geen archiefoptie voor digitaal AV-materiaal. En een belangrijke statistiek daarbij is wel dat 42% van de regionale en gemeentelijke archieven, waarvan we ook zagen dat dat een representatieve sample was, dat überhaupt nog niet heeft. Dus dat is een heel hoog cijfer. Een interessante tegenstelling, en hier zien we een soort tweedeling in het netwerk.
59% onderschrijft de stelling: het is voor onze collectie AV-materiaal belangrijk om in deze in context met andere collecties buiten onze organisatie beschikbaar te kunnen stellen. 59% onderschrijft die stelling niet. 19% is het er zelfs mee oneens. Aan de andere kant geeft 44% aan dat ze prioriteit zouden willen geven aan juist het bevorderen van een gemeenschappelijke IT-infrastructuur. Even voor de goede orde, een gemeenschappelijke IT-infrastructuur betekent niet dat er één centrale database bak staat. Er zijn heel veel manieren om dat in te richten. Maar hier zie je wel een duidelijke tweedeling in het veld. Ik kijk even wie naar beneden kijkt, wie glimlacht. Ik weet het niet. Nou, de rechtenkwesties. Nou, een heel vaak een showstopper. Maar in principe staat hier een statistiek waar ik een beetje van achterover viel. Bij 40% is meer dan de helft van het gedigitaliseerde AV-materiaal online beschikbaar. Nou, daar horen wij als Beeld en Geluid niet bij. Absoluut niet. Bij ons is het 0,01%. Bij 20% kan minder dan 10% van de gedigitaliseerde AV-collectie online beschikbaar worden gesteld. Daar horen wij dus wel bij. De helft regelt de rechtenkwesties aan de bron. Heel belangrijk. Meer dan de helft, 62% regelt het eigenlijk al sinds 10 jaar. Dat is echt heel goed. En bij 30% worden de rechtenkwesties rond online beschikbaarstelling niet geregeld bij de acquisitie ingest. Dat vind ik een vrij alarmerend hoog percentage. Want dat betekent, waar ga je dan je gedigitaliseerde AV-materiaal laten zien vandaag de dag? De organisatie, zoals ik daarnet ook al aangaf in de AV-paradox. Ruim een kwart heeft gewoon geen enkele medewerker die specifiek betrokken is bij de archivering van AV-materiaal. Dat zijn jullie niet, want anders waren jullie hier niet, maar dat is best veel. 70% heeft tot 2 FTE. En slechts 4% heeft meer dan 2 FTE-medewerkers. Ik moet er natuurlijk bij aanstippen dat niet iedereen heeft audiovisueel materiaal als hoofdtaak. Het is heel veel archieven is AV-materiaal inderdaad maar een klein onderdeel. Op zich is het niet heel schrikbarend, maar als je ziet naar het belang dat aan AV-materiaal wordt gehecht, dan is het wel een interessant punt om over na te denken. Bij 51% worden vrijwilligers ingezet. Dat kan ik alleen maar toejuichen. Dat gebeurt steeds breder en vaker. Heel goed. De financiën. Niet zo negatief. Op het einde een beetje pessimisme als het gaat over de toekomst, maar dat is omdat we misschien wel een beetje zwartkijkers zijn binnen de culturele sector, of binnen de erfgoedsector. In de toekomst voorziet, ik heb er slechts voor gezet, 59% digitalisering te kunnen financieren. Dat betekent niet dat al het AV-materiaal dat nog niet gedigitaliseerd is, gedigitaliseerd kan worden, maar in ieder geval geeft men aan bereid te zijn om geld om eigen budgetten aan te wenden om de digitalisering te financieren. Dat betekent dat 40% dat niet doet. En als je dan kijkt naar de bescheiden rol van projectsubsidies in de overheid in het verleden, zie je dat slechts 15% extra projectsubsidies heeft gekregen vanuit de overheid voor digitalisering. En nog minder, en dat vind ik heel bijzonder, want eigenlijk zijn dat vaak de zaken waar je heel veel waar je heel veel subsidie voor kan krijgen, is voor de beschikbaarstelling. Slechts 5%. En over de toekomstige financiering zijn we vrij pessimistisch. Wat zijn de prioriteiten die jullie hebben aangegeven? Nou, de top 3 van wat moeten we als AvaNet aanpakken? De rechtenkwesties. Het faciliteren van digitalisering AV-materiaal. En de kennisdeling, kennisverspreiding van onder erfgoedinstellingen. Dus als netwerk. De bottom 2, en daar gaan we dus niet op focussen, zijn kostenmodellen, digitalisering, preservering, AV-materiaal ontwikkelen. Best bijzonder, omdat je ziet dat in het verleden daar heel veel tijd en moeite in gestoken. Maar je ziet, in het netwerk zelf wordt er niet heel erg om gevraagd. En ook verdienmodellen met AV-materiaal ontwikkelen ziet men als heel weinig succesvol. Ik denk dat onze les uitbeelden voor de toekomst binnen Nederland, waarin we gewoon geen de terugverdienverplichting hebben moeten terugschroeven. Dat is waarschijnlijk een van de redenen daarvan. Wat gaan we dan doen? Our 2 cents. Beeld en Geluid, AvaNet. Slechts 20% was bekend volgens de Trendmonitor met de AvaNet Kennisbank voor audiovisuele archivering.
We hebben gezegd, we gaan het opnieuw doen. We gaan er meer interactieve site van maken waar we in dialoog met jullie kunnen gaan. En die wordt eind Q3, wordt de AV Archievenwijzer gelanceerd. Het zal meer een netwerksite zijn met kennis, trainingen, agenda's, ook onderzoeksagenda's, niet onbelangrijk, die met elkaar gedeeld kunnen worden, zodat we beter op de hoogte gehouden kunnen worden. Hoe gaan we dat nog doen? En dit is misschien wel de meest belangrijke, waarvan ik eigenlijk ook jullie allemaal wil aanspreken om jullie aan te melden en te activeren. In het vierde kwartaal van dit jaar willen we eigenlijk starten met Local Preservation Networks. Dat is naar het voorbeeld van de British Library in de UK. Die hebben eigenlijk, ja, sorry voor het kaartje voor Zeeland en Friesland. Ik kon even niet sneller wat vinden. Jullie horen er absoluut bij. Willen we eigenlijk een netwerk opstellen waarin we veel meer lokaal willen gaan. Zoals Jan ook aangaf, als Nationaal Instituut kan beeld en geluid niet onmogelijk, heel fijnmazig, al die AV-archieven gaan helpen, faciliteren enzovoort. Dus we willen lokale experts gaan benoemen. We willen lokale workshops organiseren door die lokale experts. We willen extra trainingen voor die doelgroepen verzorgen. En ook ervoor zorgen dat er extra zichtbaarheid voor de AV-collecties komt van die lokale en regionale archieven, instellingen, bibliotheken en musea. Als je interesse hebt, meld je aan. Ik weet dat er volgende week een mail wordt uitgestuurd waarin de links en de e-mailadressen voor de specifieke onderwerpen ook met jullie worden gedeeld. Dus doe dat vooral. En dan heb ik nog een laatste. Een van de zaken die ook door het netwerk werd gevraagd, faciliteren van digitalisering. Wij willen, naar het voorbeeld van VIA, die deze middag ook op het programma staan, even proeven of daar in Nederland ook animo voor was. 44% van jullie gaf aan dat die gemeenschappelijke aanbestedingen heel interessant zijn. Wat wij als Beeld en Geluid eigenlijk nog dit jaar willen doen, is een aanbesteding starten voor een drager, in dit geval wasrollen, waarvan slechts 2,2% van jullie heeft aangegeven dat ze daar intern iets mee kunnen. Dat was het laagste percentage van alle dragers. Het kan ook nog eens een interessante zijn, als het een mooi succesvol project wordt, om met stakeholders te delen, zoals OCW, omdat het vaak ook materiaal is in het publieke domein. Dus we kunnen het ook nog laten zien, in veel gevallen. Dus dat zou een heel mooi zijn. Wij gaan ook in de mail volgende week een link verzorgen waarin we meer informatie geven over hoe jullie de wasrollen uit jullie collectie kunnen aanmelden. Om dan te kijken, komen we tot een dialoog over formats, welke specs gaan we nemen. Dus meld het gewoon aan bij ons, dat zouden wij heel, heel fijn vinden. En dan kunnen we kijken of we een AvaNet aanbesteding kunnen doen voor de digitalisering van wasrollen. Bij ons zat die al in de pijplijn en wij zouden het heel goed vinden, hoe meer wasrollen we hebben, hoe goedkoper het voor iedereen wordt. Tom en John, bedankt voor jullie presentatie. Dankjewel.